Wie de rampplek ziet, snapt meteen hoe weinig kans op overleven de 104 inzittenden hebben gehad. Hier en daar is alleen nog een enkel brokstuk herkenbaar. Hulpverleners staan machteloos. Ze kunnen weinig anders doen dan de lichamen bergen. En tussen de brokstukken zoeken naar persoonlijke bezittingen van de slachtoffers om identificatie mogelijk te maken. Eén kind heeft de vliegramp overleefd. Het vliegtuig, een Airbus A330, vertrok om 21:37 uit de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg naar Tripoli. Daar verongelukte het om 6:00 vanmorgen, kort voor de geplande landing. Het toestel had nog moeten doorvliegen naar Londen. De Nederlanders aan boord zouden in Tripoli overstappen naar Brussel en Düsseldorf. Vlak voor de landing ging het dus mis.